Net als de vorige keer ontstond de brand in het plafond van het winkelcentrum, waarschijnlijk door kortsluiting. Bloemist Pascal Meinders kwam net terug van de veiling toen het brandalarm afging. Ik heb het geblust. De vlammen die zaten echt onder het plafond. Het is een hele hoogte, dus ik heb een trap gepakt. Ik heb een telescoopsteel gepakt voor de ramen het schoon te maken. En ik heb daar de slang aan vastgemaakt. En daar, zo ben ik bij het plafond terechtgekomen om het te kunnen blussen. De brandweer nam het bluswerk van Meinders over. De ravage was deze keer niet zo groot als in augustus. Maar Meinders kan weer een dag geen bloemen verkopen. De schade is niet zo groot als vorig jaar. Want toen moesten we heel lang dicht. En ik verwacht eigenlijk wel dat ik morgen wel weer open kan. Maar ja, vandaag ben ik weer dicht. Dus vandaag is wel weer schade. Ik heb net bloemen gekregen. Het is heel chaotisch. En voor de moederdag kunnen we dat absoluut niet gebruiken. Het plafond dat vorig jaar in brand vloog is vervangen. Vandaag ontstond brand in het oude gedeelte, dat ook aan vervanging toe was. Op dit moment zijn de groepen uitgeschakeld van het plafond. En dat betekent dat zolang die groepen niet weer ingeschakeld worden, dat er binnen het plafond geen probleem weer kan ontstaan. De gemeente Oldambt en de eigenaar van het winkelcentrum gaan in overleg over een structurele oplossing.